En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en ik ga een nieuwe campagne starten. Leek me wel leuk. Wil je meedoen? Wil je meedoen aan de It's Ultrex Army? Nou, dat klinkt wel heel erg fout. Nee, ik wil een soort groep gaan maken. En dat heet dus de It's Ultrex Army. Volg mij op Twitter. Op Twitter had ik al het eerste berichtje al geplaatst. Volg op Twitter hashtag It's Ultrex Army. Ik zoek nieuwe recruiten. Hoe zeg je dat? Recruiten. GTA recruiten. En ik zoek gewoon leden. Ik zoek gewoon mensen die in mijn livestream willen. Ik krijg altijd een heleboel aanmeldingen van: kan ik een keer met je gamen? Dit en dat, zus en zo. Normaal zeg ik altijd nee. Ik ga dat eens veranderen. Ik ga dus voortaan ja zeggen. Kijken, misschien komen er wel hele leuke vriendschappen uit. Nieuwe mensen voor in de livestream. En gewoon leuke GTA-avonden. Je kan dan meedoen in de party, zodat je ook in de livestream komt. Dat is wel een vereiste. Je moet wel een microfoontje hebben. Oordoppie, headset, hoe noem je dat? Maakt allemaal niet uit. Als je maar een microfoontje hebt met voor je PlayStation, dat je kan kletsen, mee kan doen in de party. En dan kom je dus bij mij in de livestream. Ik ga nog dingen ga ik nog doen. Ik wil nog een soort adviesje gaan maken. Nou, ik ga nog een soort kleine poster maken. En dat wil ik zaterdag wil ik dat gaan doen. Zaterdagavond. Ik heb al een hele mooie locatie ervoor. Ik heb ook al een klein beetje al een idee van hoe ik het wil gaan doen. Ga ik natuurlijk nog verder nog helemaal niks over vertellen. Allemaal nog een verrassing. Allemaal een verrassing. En je kan je eigen dan dus opgeven bij mij om mee te doen in de livestreams. En dat je mee kan doen met de It's Ultrex Army op GTA 5. Er zijn wel een paar kleine mededelingen of een paar kleine dingetjes, een paar kleine regeltjes aan verbonden. Dat is dat je niet mede It's Ultrex leden killt. Geen kills in GTA, dus niet je eigen teammaat kapot schieten. Voor de rest, mensen die bezig zijn met vehicle cargo, pakketjes wegbrengen, die moet je met rust laten. Ik wil niet dat mensen beschoten worden terwijl ze proberen geld te verdienen. Ja, je kan ook geld verdienen en dan per ongeluk op het verkeerde knopje drukken. En dan ben je ineens al je geld kwijt en heb je ineens een rocket gekocht. Zoals ik gisteren. Jullie hebben, ik weet niet of dat jullie de livestream gisteren gezien hebben. Maar dit was ongeveer mijn reactie erop. De geld staat. Nee! Ach. Oh, wat heb ik nou gedaan met mijn stomme asses? Nee, wat? Ja. En gekocht? Ja, ik heb hem per ongeluk gekocht. Nee. Oh. Hup, 36 shit. Eraf. Oh, 3,5 miljoen eraf. Ah. Oh shit, joh, ja. Kut, hé. Ah, balen. Wou je hem echt, wou je hem wel hebben daar? Nee, toch? Ik wou hem wel hebben, maar niet nu. Oh, fuck god. Kut, man. Oh. Zelfs minder. Kut! Godverdomme! Tering zo zeg. Dat is kut.
Ja, dat dus. Ik drukte dus op het verkeerde knopje en ik was lekker aan het geld sparen. Ik had bijna 5 miljoen had ik verdiend. En ja, toen drukte ik per ongeluk op het knopje en toen heb ik hem gekocht. Nou ja, ja, het is helaas zo. Je kan je geld slechter, ja, je kan je geld slechter uitgeven. Ik heb wel eens een motorclubhuis en van die drugsdingen kan je kopen. En geld witwassen, weet ik veel allemaal wat je kan kopen. Kunst. Of nou ja, kunst, dat is weer van je CEO. Dat levert toch wel geld op. Maar ja, wiet en je hebt nog een zwart geldpakhuis. Weet ik veel wat je allemaal hebt in GTA. Ja, dat is eigenlijk zonder geld eigenlijk. Nou, ik ga weer te ver van het onderwerp af. Ik ben nog bezig met verschillende dingen. Jullie krijgen allemaal nog te horen wat ik verder allemaal van plan ben. Wil je in ieder geval meedoen, dan kan je binnenkort kan je eigen opgeven daarvoor. Is momenteel nog niet mogelijk omdat ik nog eventjes bezig ben met verschillende dingetjes wat ik nog even moet regelen. Maar in ieder geval, als je dadelijk een keer mee wil doen in de GTA 5, dan kan je meedoen en ook meedoen in de livestream. Wil je meer informatie, wil je een beetje op de hoogte gehouden worden en wil je meer informatie, kijk op mijn Twitter-account, apenstaartje itsoltrex. Het staat ook hier. Onderaan staat het. En dan kunnen jullie op de hoogte gehouden worden van het nieuwe onderdeel wat binnenkort gaat komen op It's Ultrex. Dus met kijkers GTA 5 spelen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Het was even een korte vlog, even korte mededelingen vlog. Ja, de laatste tijd zijn er heel weinig vlogs. Mensen zullen wel denken van god. Die Marcus zit tegenwoordig alleen maar GTA te spelen en hij vlogt helemaal niet meer. Ja, ik heb niet veel te melden. Ik maak niet veel mee, even momenteel. Het is natuurlijk winterperiode, dus ik ben ook niet heel veel buiten. Dus ik maak ook niet heel veel buitenvlogs. Maar zo gauw als het weer wat beter wordt, dan ga ik natuurlijk weer naar buiten met de camera en ga ik leuke vlogs maken voor jullie. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie dadelijk nog ziet in de livestream. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen, vond jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje omhoog. Volg mij dus op Facebook en op Twitter. Met de hashtag #ItsUltrexArmy. En ik spreek jullie gauw weer. Ik zou zeggen, doe even dat duimpje de lucht in. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik jullie alleen nog maar zeggen de groetjes van deze kant. En ik zie jullie dadelijk allemaal weer bij de GTA 5 livestream. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe.